We zijn in Monnikendam op de Berenklauw, waar het een DDR-museum hier aanwezig is. Ik wist nu niet of u dat wist, gemeente Waterland, maar ik wist het niet. En wij zijn uitgenodigd door de heer De Zeeuw, omdat vandaag een bijzondere dag is. Er komen vandaag 4 Trabants uit Berlijn. En die zijn hierheen gereden om het museum te bezoeken. En naast mij staat een van de eigenaren van een van de Trabants die hier voor ons staat. En meneer gaat ons het enigszins wat vertellen over hoe de Trabant, hoe lang hij al bestaat, et cetera, en hoe hij werkt. Want het is geen 4-taktmotor, heb ik begrepen, maar een 2-taktmotor. Nou ben ik niet technisch onderlegd, dus ik hoop dat deze meneer ons iets meer kan vertellen over de staat van deze auto. Mijn Duits is ook niet zo geweldig, maar ik ga mijn best doen. En we krijgen straks een ondertiteling er mooi onder, dus dan kunt u het helemaal mooi meevolgen. Goedendag. Goedendag. Eerst in die eigenaar van deze auto. Ja. Kunst die etwas erzählen über die Trabant? Also speziell über dieses Fahrzeug lässt sich erzählen, dass es also der Erstbesitz ist. Also dieses Fahrzeug hat die Familie nie verlassen, weil das ist das Fahrzeug von meinem Schwiegervater. Und der hat mir das 1995 stillgelegt, weil er dann nicht mehr mitfahren wollte. Hat den Wagen bei mir in die Garage geschoben. Und 2003 wollte ich ihm das Fahrzeug wiedergeben und er hat gesagt, ich kann es behalten. Und dann habe ich das aufgebaut, also vom Prinzip wieder zum Fahren gebracht. Der stand ja 8 Jahre dann. Und 8 Jahre stehen für so ein Fahrzeug ist ja so. Zu diesem Fahrzeug speziell ist ein Zweitaktmotor, also ein noch von der älteren Sorte. 2 Zylinder mit Dreh-Einlassschieber. Das ist also die Steuerung dieses Fahrzeugs erfolgt in der Kurbelwelle über Einlassschieber. Das ist also Ansaugung über Kurbelwelle, ist 2 Takte, heißt also jeder Takt hat einen Arbeitstakt, hat den Vorteil, dass er dem 4-Takter gegenüber etwas höheres Drehmoment bringt und auch vom Hubraum her gesehen die höhere Leistung hat. Der Nachteil ist eben, ist thermisch wesentlich höher belastet und er verbraucht natürlich extrem viel Sprit, dadurch, dass er eben jeden Takt einmal zünden muss. So. Ist das teuer, um diese Auto zu reiten? Naja, der Verbrauch liegt bei dem Fahrzeug zwischen 7 und 9 Litern bei 600 Kubikzentimetern. Also das ist dann schon, wenn Sie dann mitfahren wollen, doch nicht ganz billig. Im Unterhalt muss man sagen, ist er recht preiswert, wenn man also damit nicht täglich fährt. Wenn man das so nutzt wie ich als Hobby, ist er recht preiswert. Man kann viel selber machen, faktisch alles. Allerdings muss man sich darauf einrichten, dass die Teile, die Ersatzteile, Motor, Getriebe etc. mittlerweile so rar geworden sind, dass es also sehr teuer ist, die Dinger sich zu beschaffen. Ja. Also es kann durchaus sein, wenn man also ein etwas weniger gepflegtes Auto hat, dass also der Motor und das Getriebe vom Preis her den Wert des Autos schon übersteigen. Ja. Bei dem ist es nicht so. Ansonsten 26 Liter Tank drin, reicht für ca. 300 Kilometer. Unterbrecherzündung, er hat also noch keine elektronische Zündung, Unterbrecherzündung, 2 Zündspulen. Frischölschmierung, das heißt also das Öl wird ins Benzin direkt reingegeben beim Tanken. Okay. Ja. Hier Heizung, Hupe, Scheibenwischanlage, mehr braucht das Fahrzeug nicht. Luftgekühlt, also kein Wasser. Die Bläse hier, da, seitlich. Und dann geht's los. Und war du in Einfahrt von Berlin nach Monnikendam oder hast du mehrere Stops gemacht? Nein, wir sind gefahren, von Berlin durchgefahren, früh um 4 Uhr los und waren um 14 Uhr dann, wo wir hin wollten, zum Treffen. Also 10 Stunden Fahrt mit 2 Tankpausen und 1 Pause für den Rücken. Das ist der Kleur auch original? Das ist ein Original-Lack. Lack, ja. Der ist aber leider nachlackiert werden müssen, weil da hat er mal einen Claim-Buff. Ja. So, ist aber kein Westlack oder sowas, ist also ein Original-Lack in derselben Farbe, wie das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Das sieht man ja auch.
Ja, ja. Und wenn sie reingucken, sehen sie also auch keinen Farbunterschied. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie das heißt. Dieses H bedeutet historisch, das bekommen auf Antrag Fahrzeuge im Originalzustand zugewiesen, wenn sie mindestens 30 Jahre alt sind. Voraussetzung für dieses Kennzeichen, also für dieses H, ist aber die Originalität. Das heißt, es dürfen keine Umbauten gemacht werden, die zu der Zeit nicht bestanden haben. Ja. Also wenn man jetzt anfängt, hier sich irgendwo Teile einzubauen, also man kann ja in dieses Fahrzeug auch versuchen, einen Viertaktmotor einzubauen, das wird auch oft gemacht, dann ist das nicht mehr historisch, dann ist das vorbei. Ja. Das ist eigentlich die Voraussetzung für das Kennzeichen. Und damit dürfen wir auch dann in die Umweltzonen fahren. Berlin, Osnabrück, die haben ja alle diese Umweltzonen. Mhm. Und mit diesen Fahrzeugen dürfen wir also die Umweltzone befahren. Das schaffen wir. Ja. Und nun bist du in Monnikendam, bei der DDR-Museum. Warum willst du hier kommen? Nun, weil faktisch den größten Teil meines Lebens ich ja in der DDR verbracht habe. Mhm. Bin also 1959 geboren, dort aufgewachsen. Bis zur Wende habe ich ja dort gelebt, in der DDR. Mhm. Später dann eben halt auch noch da, aber dann hieß es ja Deutschland. Und ich habe mein Leben dort gelebt, also meine Jugend dort verbracht, meine Kindheit und eben auch einen Teil meines Erwachsenenseins. Habe dort gearbeitet und ja, es war halt nicht immer einfach, aber wir kannten es ja nicht anders. Es ist ja halt mal so, also viele Dinge, die also dann so erzählt werden, dass wir also da gelebt haben, keine Schuhe hatten, ist natürlich alles nicht wahr. Ja. Wir hatten natürlich durchaus unser Auskommen, es war nicht viel, aber es hat eben auch halt für ein Auto gereicht, wenn man das noch als Auto bezeichnen soll. Ja, es ist halt jetzt, wir hatten ja damit mit diesem Fahrzeug ein gewisses Stück Freiheit auch wieder gewonnen, weil wir konnten uns individuell bewegen. Wir konnten also damit auch mal eine Fahrt ins Umland machen, was ja so mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer so möglich war. Ja, wir konnten eben auch halt in Urlaub fahren. Wir haben unseren Anhänger hinten rangehängt und dann sind wir in Zelten gefahren. In die Jahre 80 war du noch jung? 84? Nö, nee. Da war ich schon erwachsen. Erwachsen, jung. Aber ein junger Erwachsen. Hm. Wie hast du das beliebt, wenn die Mauer? Ja, die Mauer war ja faktisch nur um Berlin rum. Also das wird ja mal verkannt, um das ganze Land war keine Mauer rum. Die Mauer war um Berlin rum. So. Und nicht auf der Grenze. Okay. Das war ja eine Mauer, die war ja vor der Grenze. Die Grenze verlief aber anders. Okay. Die war bloß also vom Prinzip nach den Grenzverlauf bezeichnet. Mhm. So, ja, wir haben das, also ich persönlich, meine Frau auch, wir haben das nicht so empfunden, weil wir wohnten erstmal nicht in der Gegend, wo eine Mauer war. Mhm. Und für uns war das halt normal. Wir kannten das nicht anders. Und als die Mauer fiel, ja, muss ich Ihnen sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Dann habe ich geschlafen. Ich habe das erst gesehen, wie ich dann nächsten Tag dann auf der Arbeit gegangen bin. Ich habe da in der Werft gearbeitet und keiner mehr da war. Also faktisch war ich der Einzige mit so. Und dann kamen die irgendwann alle so gegen 12 auf der Mittagszeit und sagten, sie waren im Westen, die waren Kudamm. Und ich habe gedacht, die spinnen. Aber es ist wirklich so gewesen. Naja, und dann war mein erster Trip nach West-Berlin rüber. Ja, ein paar Tage später. Enttäuschend. Weil es sah halt nicht anders aus als bei uns auch. Nur die Autos fuhren anders. Ja, das war alles. Ja, und einem Auto alles festzumachen, das finde ich immer ein bisschen doof. Das ist nicht mein Wesen. Nein, ja. Nein. Also ansonsten war natürlich diese Wende oder dieser Umbruch für mich persönlich, weil ich ja noch ein junger Mann war, ein großes Glück. Also ich persönlich habe dann weiter meine Arbeit gehabt, konnte weiter arbeiten gehen, ich war auch nie arbeitslos, habe immer nach und nach mehr Geld verdient und konnte mir viel, viel Sachen schaffen, die ich also so nicht geschafft hätte. Also wir haben ein Haus, das ist von 1929, also ein altes Haus, was wir jetzt aufbauen konnten in der Zeit von Wende bis jetzt. Da haben wir viele Dinge gemacht, die eben dann so für uns später dann wieder wichtig sind. Also Heizung, Fenster, Isolierung und so weiter. Also damit wir auch gut leben können. Ja. Ja, wir hatten ja auch damals im Osten in dem Haus kein Warmwasser.
das mussten wir eben, naja, das war so, mit Badeofen anheizen, das ist eben so. Das war ein völlig normaler Vorgang für uns. Für uns war das nichts Ungewöhnliches. Ja, deswegen empfinde ich da auch nicht bei dabei. So, naja, und jetzt ist es eben so, dass man dann so dieses Fahrzeug als Hobby bezeichnet, weil es ein Teil meines Lebens. Andere, die kaufen sich dann halt ihren Käfer wieder oder weiß ich was und schaffen sich einen Teil an. Und das ist für mich eben nicht mehr mein Hobby. Erinnert mich daran, dass es eben auch andere Zeiten gegeben hat für uns. Ja, die nicht immer so einfach waren oder naja, so schön. History. Ist eben so. Ja, ja. Ja. Schauen Sie, wenn wir da gefahren wären bis nach Holland, wäre ja nicht möglich gewesen. Ja. Cool. Ich denke nicht. Dankeschön für die Erzählung. Und wir gehen nach Bene für die Museum. Jo, ja, schauen wir uns das mal an. Mal gucken, wie es aussieht. Dankeschön. Meneer de Zeeuw, we zijn vandaag uitgenodigd bij u om te komen kijken in uw DDR-museum. En tevens de trabantjes die hier naartoe zijn gereden om ook het museum te bezoeken. Kunt u wat meer vertellen over uw museum? Want voor mij was het geheel onbekend dat er in Monnikendam een museum is over de DDR. Ja, terwijl dat museum er toch al sinds 2000 is. Maar we geven er niet al te veel rugbaarheid aan. Zo zijn we ook niet echt bij de VVV geregistreerd. Want het is een beetje een museum voor echte liefhebbers. En ik heb het eigenlijk gestart omdat ik zoveel spullen uit de DDR had verzameld. Dat je zegt, ja, of we stoppen ermee, want het zit allemaal in kasten, of we doen er wat mee. En toen hebben we er een museum van gemaakt. Want wanneer is die interesse in de DDR bij u begonnen? Nou, die is echt goed begonnen toen ik voor het eerst in de DDR was, die toen nog bestond in 1985. En was er voor het eerst in Berlijn, was toen helemaal nog niet zo'n populaire stad. Maar waar je wel over gehoord had, die muur die stond echt midden in die stad. Ik vond dat zo apart, aan de ene kant afgrijzelijk, maar ook fascinerend. Ja, ben een kind van de Koude Oorlog, zou je kunnen zeggen, helemaal mee opgegroeid. Maar dan is het niet, dat communisme is dan heel dichtbij. En je doet dan het bekende dagje Oost-Berlijn met een apart visum. En dan ga je door die grenshokjes heen. Dat wordt heel serieus, werd het allemaal opgevat. Want je moest een visum aanvragen toen de tijd om Oost-Berlijn in te mogen. Ja, dat kon je wel ter plaatse krijgen. Okay. Maar er werd wat afgestempeld. En echt, de papieren moesten allemaal in orde zijn. En als je bijvoorbeeld bij zo'n grenshokje, dat was bij Friedrichstraatse, een metrostation, zal ik maar zeggen, even zo leunde, dan kreeg je al een grote mond, dat niet de bedoeling was. Met andere woorden, het was, de spanning werd alleen maar verhoogd als je van West naar Oost-Berlijn ging. Nou, als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, in politiek, zoals ik, en je vindt dit ook nog wel spannend, je komt dan Oost-Berlijn binnen en dan rij je daar die trabantjes en de Wartburgs. Tweetaktmotoren. Het ruikt ook anders. De sfeer in die stad is anders. Ja, en toen ben ik als het ware voor de bijl gegaan. En als je dat combineert met een verzameltik die ik nou eenmaal heb. Toen ben ik van dat moment heel gericht allerlei zaken uit de DDR gaan verzamelen. En mensen weten inmiddels dat u een grote verzamelaar bent van de DDR. Dus ik neem aan dat het op een gegeven moment naar u toe komt. Ja, de meeste zaken in het museum die hebben we gekocht. Veel op rommelmarkten en antiekmarkten. Ver weg het meeste. Maar nu de laatste tijd komen mensen zelf. We hebben ook een website die vrij goed bekeken wordt. Waar we aangeven, nou, die en die spullen zoeken we nog. En dan komen zowel Nederlandse mensen, maar ook Duitse mensen. Ook nu het bezoek van vandaag weer komt met zaken uit de DDR komt aan. En dat is altijd leuk. Omdat er altijd wel weer wat tussen zit wat nog niet in de collectie aanwezig is. En heeft u een item wat voor u heel extra speciaal is in uw museum? Nou, er zijn, dat klinkt misschien onbenullig, maar die vind ik toch wel bijzonder. Door hun simpelheid en ook hun symboliek. Dat is bijvoorbeeld Kelder der Woche.
of ruimgestalter, dus etalage, degene die etalages maakt. Het zijn bordjes of zo? Het zijn kleine bordjes en dat doet wat Amerikaans aan, want dat is zo'n beetje competitie tussen werknemers. En dat hadden zij ook, een socialistisch wetbewerp heette dat dan. En daarvan heb ik er een aantal te pakken gekregen en die vind ik bijzonder. Een ander ding, en die ben ik nu nog aan het verzamelen, want die zijn vrij zeldzaam geworden. Dat heet dan brigadeboeg. Je had in de bedrijven ploegjes van 10, 15, 20 mensen. En die waren verplicht om een soort dagboek bij te houden. En dat was heel braaf, want men bedreef daar de vriendschap met de Sovjet-Unie bijvoorbeeld. Karl Marx, de grondlegger van het communisme, werd er regelmatig vereerd. Maar ook zie je daar kleine conflictjes binnen die bedrijven, worden daar wel belicht. Ja. En als het ik begon met spullen, met een pet en een medaille. En daarna alles voor de keuken, zal ik maar zeggen. Maar als je meer persoonlijker wordt en persoonlijke documenten te pakken krijgt, dan wordt het nog wel interessanter en krijgt het ook meer diepgang. Ja, dat begrijp ik. En nou zijn er vandaag 4 Trabants hier naartoe gekomen. We hebben net al met een meneer mogen interviewen die ons vertelde een beetje over de Trabant en hoe dat in elkaar zat met de 2-taktmotor. Ik begreep ook dat ze niet van metaal gemaakt zijn, deze auto. Ja. Het is, die wagen hier achter ons is dan een Wartburg. De andere zijn Trabants. En de meest bekend is een Trabant. Ze hadden in die tijd, in de DDR, een tekort aan blik. Ook omdat het Westen de DDR nogal boycotte met allerlei grondstoffen. Nou, nood macht erfinderisch, zeg maar. Dan wordt men creatief. En men heeft dus een bepaald soort kunststof ontworpen. Duroplast geheten. En dit is een beetje plastic, een vorm van plastic, zo'n kunststof. Ja. En het voordeel is dat niet erg roest. Ze zien er ook echt nog prachtig uit, ook de meeste auto's. Je hebt zowel in Nederland heb je Trabantenclubs. 2. In Nederland altijd minimaal 2 clubs van waar het ook over gaat. En in Duitsland uiteraard nog meer. Er rijden nog heel wat op straat. En Trabitref, waar ook deze mensen die uit Berlijn komen. Vandaag komen ze uit Zeewolde, want er is zo'n Nederlandse Trabitref georganiseerd. En in Duitsland zijn dat enorme grote happeningen. En daar wisselt net zoals hier. Ik had een paar van die gebruiksaanwijzingen. Heb ik nog. Ja, daar duikt men gelijk in. En men zegt, dit is het model uit 1962. Want daarna is dat stangetje veranderd. Dus dat zijn hobbyisten puur sang. En ik vind het ook goed, want het is een stuk geschiedenis wat op deze manier toch in stand wordt gehouden. Het is ook een hele mooie geschiedenis. Want wat u vertelt, het metaal, dat soort grondstoffen was heel moeilijk te krijgen. Mensen wilden zo'n Trabant hebben. Ja. Maar daar ging wel wat tijd overheen. Wachttijd voor een nieuwe Trabant, moet je voor inschrijven, die was zo tussen de 11 en 15 jaar. Dus dat is ongelooflijk. Het geeft ook aan hoe gemankeerd dat economische systeem was. Ze waren, als het ware, die auto's waren op de bon. Hè, met een vastgestelde prijs. En de productiecapaciteit, die kon men niet echt uitbreiden. Wat is het gevolg? Dat er een levendige handel was in tweedehands Trabanten. Die waren dan wel redelijk vrij verkrijgbaar, met de vrije handel. En die waren dus veel meer waard op de markt dan die nieuwe. Dus het is ook wel aardig te zien hoe je nou een economisch systeem niet moet inrichten. Dan kan je goed ook naar de DDR kijken. Een geleide economie, een staatsgestuurde economie, dat werkt eenvoudig niet. Ze hebben ook veel te lang vastgehouden aan dat overbekende Trabantmodel wat we allemaal kennen. De 601, ook nog limousine geheten. Terwijl er al nieuwe prototypes werden ontworpen bij de Trabantfabriek. Maar die zijn nooit in productie gekomen. Zou dat nog een mooie aanvulling zijn op uw museum, een eigen Trabant? Ja, hier raken we een gevoelig punt. In ieder geval een discussie met mijn echtgenote. Want als ik er nu weer een bij ons op de oprijlaan zie staan, dan zeg ik, mag toch eigenlijk niet ontbreken.
Maar laat ik maar zeggen, daar wordt aan gewerkt. Er wordt toch enigszins onderhandeld. Ja. Maar ja, wat we, zeggen, ook in het museum willen laten zien, is die kant van de DDR, die we allemaal kennen, die soms ook iets ontroerends heeft. Ik wil wat laten zien over het leven van alle dag. Dus hoe de mensen ook vakantie vierden, om maar eens wat te noemen. Ook dat was trouwens weer zwaar georganiseerd meestal. Maar ik laat natuurlijk ook wat de donkere kant van de DDR zien. Want de Stasi, waar we allemaal weten, het regime had last van een enorme beheersingsdrang. En als jij maar het padje in het lijntjes kleurde, was er vaak niet zoveel aan de hand. Als je er maar even overheen ging, ja, dan stond je er, was het niet best. Dan kon je je carrière vergeten. Kinderen konden niet naar het onderwijs wat eigenlijk bij hun paste, om maar eens wat te noemen. En iets erger, ja, dan werd echt je gezinsleven ontwricht. En daar hebben mensen nu nog last van. Dus dat is wel die andere kant van de DDR, die moet je erbij noemen en die moet je ook belichten. Ja, vind ik ook, want we zijn toch een EU, een Europa. Ja. En je kan je bijna niet voorstellen dat het in Europa gebeurde. Dat is waar. En het is dit jaar ook 25 jaar geleden dat de muur viel. Dat is dan 9 november aanstaande. Dan herdenken we dat en besteden we daar weer aandacht van. En dat is zo'n grote omwenteling geweest in het leven van heel Europa, eigenlijk van de hele wereld. Soms komen weer gedachten, als we het over de Oekraïne hebben nu, komen weer terug van die koude oorlogstijd. Ik vind ook dat we weer aandacht moeten besteden, ook in Nederland, aan de val van de muur, 25 jaar geleden. En dat doe ik ook omdat ik met anderen dan in die nieuwe openbare bibliotheek in Amsterdam, bij het Centraal Station, dan organiseren we op 9 november een avondje. Ook met muziek, maar ook met een lezing van de laatste Nederlandse ambassadeur in de DDR. We hebben een schrijfster die in het verzet heeft gezeten in de DDR, om het zomaar uit te drukken. En op die manier schenken we er aandacht aan. En aan al die kanten van de DDR. Ja, prachtig. Ik vind het heel goed dat u het in leven houdt eigenlijk. Hè? Hoe kunnen mensen eventueel uw museum bezoeken als ze echt geïnteresseerd zijn? Dus het niet alleen voor tijdbedrijf, nee. Daar hebben we het net over gehad. Ja. Daar is het museum te klein voor en het is allemaal privé tijd dat u erin stopt. Maar hoe kunnen mensen die echt geïnteresseerd zijn in de DDR bij u terecht kunnen komen? Ja, het is vrij eenvoudig. We hebben de website ddr-museum.nl. Of Friso de Zeeuw, Monnikendam, DDR, allemaal dat soort dingen invult, dan komt die. En daar staat in dat je met een mailtje naar mijn echtgenote dat volstaat. Of even bellen en dan maken we een afspraak. En dan wordt op maat, zoals het tegenwoordig heet, wordt er een afspraak gemaakt. Bij voorkeur dan door de week, maar als niet anders kan, ook in het weekend. Ja. Zelfs op eerste Pinksterdag. Jazeker. En zeker als er natuurlijk mensen uit Berlijn komen met Trabanten en Wartburgs. Ja, dan gaan de poorten bij ons natuurlijk gelijk open. Dank u wel. Dan gaat u nog even terug naar uw gasten, want het is ontzettend interessant voor u dit allemaal. Ja. Dank u wel. Bedankt. Graag gedaan.